Weekend. In Aldenbiezen. In Aldenbiezen in België. 105 kilometer van Tilburg vanaf. Ja. Dicht bij Hasselt. Dicht bij Herk de Stad. Dicht bij Herk de Stad. Sorry, Ivy. Het gebeurt hier al 35 jaar. Ja. Compleet in Schotse sferen. En we zijn 2 jaar geleden hier geweest. Er was zoveel regen dat mensen... op de parkeerplaats niet mochten parkeren omdat het te drassig was. Ja. Kon er gewoon niet uit. En nu niet. Nu is het lekker zonnig. Heet. Het is echt heerlijk weer. Ja. En, in vol ornaat. Ja, we zijn in vol ornaat. Ja, is het, kijk, ja. Is het best wel heet. Ja. Maar goed, gezellige sfeer. Ja. Dus op dit moment is de Schotse band... wedstrijd. De Pipes and Drums. Pipes and Drums. Yeah. Wedstrijd. Er zijn wat folkbandjes die af en toe spelen. Gewoon lukraak ergens in een tent en zo. Een Schotse markt waar je alles van Schotse alles... Ja, allerlei soorten kilts, ja. Maar ook allerlei andere spulletjes kan kopen. Ja, eigenlijk van alles en nog wat. Ja. We gaan straks heel even naar de andere tent. Daar wordt de wedstrijd Schotse dans. Ja. En daarna gaan we naar het kasteel zelf. En daar heb je wat reenactment dingen waar wij wel een beetje meer bij horen dan hier. Iedereen loopt hier in kilt vanwege de sfeer eigenlijk. En, ja, ook omdat iedereen meedoet met de wedstrijden. En veel zo, wedstrijden, dus, ja. Dus echt een hele Schotse sfeer. Ja. Heel klein. Zeker als je 11 jaar of Castlefest gewend bent, is dit super klein. Ja, maar dat maakt het, vind ik, juist wel weer leuk. Omdat je gewoon... Ja, wel veel meer contact maakt met de mensen en wat gemoedelijker is. Ja. En dat is dus bij de anderen niet. Wat ik ook een heel groot voordeel vind, is dat hier zo alles gewoon ook veel goedkoper is. Oh. Behalve dan het drinken, want je betaalt dus... 0,25 centiliter. Hele kleine flesjes. 250 milliliter. Ja, 25 centiliter. 25 centiliter. Daar betalen we 2,50 voor. Ja. Goed, dat zijn wij Nederlanders voor, dat vinden we dan heel duur. Ja, maar het eten is goedkoop. Eten is spotgoedkoop. Ja, spotgoedkoop. Ik geloof dat wij net een flink broodje met praatworst en uitjes erop. Ja, en die was 6 euro. Ja, was het 6 euro? Die was 6 euro. Oh, nou, dan maar goed, valt toch nog wel tegen. Laten we eerlijk zijn, als we in het Castlefest waren geweest, had het 16 euro gekost. Ja, dat is waar. Dus het kost gewoon wat. Ja, maar goed... Ja, het is in ieder geval erg leuk en heel leuk om weer terug te zijn. Het is voor onze tweede keer, dus ja. Ben je moe, schat? Ik ben moe. Ja, hè? Ja, want... we hebben slecht geslapen vannacht. We waren gisteren laat thuis en vannacht... kwam onze dochter met haar vrienden laat thuis. Ja. En dat betekent dat wij ook wakker werden. Ja. Maar goed. Selfie? Het was gezellig. Ja, oké. Okay. Doei.
Ze wilde er niet uit, John. Warm, hè?